Het is zomer, en dat tenminste volgens de kalender. En dat betekent dat weer veel mensen op vakantie gaan. En dan is het toch handig om wat tips te krijgen van de politie. En juli is ook de maand van de Tour de France. Daar gaan we het over hebben. Welkom bij Dommeland Live. Bij mij aan tafel Femke Slaats, Mark van der Laan en Ronald Martens. Welkom. Femke, ik begin bij jou. Ik denk tegenwoordig, als ik zo is, jij bent van de politie, dat kunnen we zien. Is het nog wel leuk om bij de politie te zijn? Ja, zeker. De mooiste baan van de wereld. Ja? Ja, waarom? Absoluut. Omdat je net iets meer kan doen als de gewone burger. Je kunt een stap extra zetten op het moment als mensen in nood zijn. En ik wilde heel graag mensen kunnen redden en dan kan ik bij de politie. En wanneer kwam je erachter, hey, ik wil bij de politie? Eigenlijk toen ik een klein meisje was al. Ja? Ja. Ik riep altijd al, ik wil bij de politie. En uiteindelijk is het gelukt. En dan welke stappen? Nooit iets anders willen worden? Brandweervrouw, nee. Onderwijzeres? Nee, ik wilde bij de politie. Want ik wilde mensen redden. Ja. Ja. En heb je dan, welke opleiding doe je? Hoe oud was je toen? Ik heb hiervoor dat ik hier bij de politie ben ik beveiliger geweest. 2 jaar en ik wilde meer. Dus uiteindelijk toch de politieopleiding gekozen toen ik 22 was. En 3 jaar later de opleiding gehaald en in 2010 als agent aan de gang gegaan. Tot nu. Ja, en wat is jouw functie nu? Ik ben digitaal wijkagent binnen het basisteam Meijerij. Digitaal wijkagent, ja. Snappen jullie dat? Nee. Nee, leg uit. Nee. Een digitaal wijkagent is eigenlijk gewoon politie, want ik zit ook nog gewoon in de politieauto en vang nog steeds boeven. Alleen ik hou me ook bezig met de online criminaliteit. En dan vooral ook de opsporing online, maar ook daarin preventie, voorlichtingen en dat soort dingen. Ja, kan je daar nog even op ingaan? Online criminaliteit, is dat best wel... Dat is wel een hot item, ja. Ja? Wat doe je dan? Ik ben vooral op zoek naar wat speelt er online. Ik denk een drugshandel, maar ook een oproer, opruimingen rondom demonstraties. Dus de sfeerproeven van waar gaat er op ons afkomen. Maar ook daarin de burger voorlichten van wat zijn eigenlijk de gevaren van online. En wat zijn de gevaren van online? Dat je al heel snel, als je iets online zet, online staat, er eigenlijk ook niet meer vanaf kan. Want eenmaal op het internet blijft op het internet. Kun je een voorbeeld noemen? Doxing. Maar dat doxing. Doxing, jongens, hey. Geen idee. Doxing, was dat? Doxing is dat een persoon negatief op het internet wordt geplaatst. En dan vooral mensen op zoek zijn naar nou, waar woont diegene, waar heeft hij voor werk en dat soort dingen. En uiteindelijk worden die mensen lastiggevallen of bedreigd. We leven nu in een generatie waarbij die telefoon eigenlijk zeg maar, aan de handen vastgeplakt zit. Hè? Zonder een telefoon heeft de jeugd vooral mist de verbinding met de rest van, van zijn vriendjes en vriendinnetjes. En zien vaak niet in wat de gevaren daarvan zijn. Ja, want je hebt ook kinderen. Ja. Hoe oud zijn ze? 6 en 9. Ja, nou die van 9 bijvoorbeeld. Die zegt, mama, ja, die is ook al aan het ontdekken. Ja. En heeft ze mobiel of hij? Hij heeft nog geen mobieltje. En wanneer krijgt hij die? Als hij in groep 7 zit. Dan kan hij daaraan wennen. En op het moment dat je straks naar de grote school gaat, dan weet je wat hij ermee kan en hoe het werkt. En ga je er dan de gevaren van, ga je dan echt in de gaten houden? Van, nou, je gaat er nou of monitoren dat je zelf kan kijken. Nee, ik ga echt gesprek met hem aan. Oké, en dan vertrouw je je kind? Ik vertrouw mijn kind, ja. Ja. En ik ben van mening, als je het vertrouwen geeft, kunnen ze ook zelf gaan ontdekken wat de gevaren zijn. Maar op het moment als er iets is, dat ze ook bij mij terecht kunnen. En dat we erover kunnen praten. Ja. Maar daar geef ik nu al allemaal, eigenlijk al tips mee van, hey, ja, als je een keer een foto maakt van jezelf straks, zorg dan dat de foto's niet heel leidbaar zijn naar jou. En doe dat alleen met mensen die je vertrouwt. En niet een vriendje of een vriendinnetje die je even aardig vindt. Want het kan morgen in één keer over zijn. Ja, over foto's en aardig zijn en... Kom ik bij jullie terecht. Ik vind het wel een mooi bruggetje. Het toerspel, daar gaan we het over hebben. Toerspel aan Liemde. Voor de hoeveelste keer? 13e editie. 13e editie, ja. Oh jee. Ja, slecht jaar uitgezocht. Nee, er is nog niks misgegaan. Voor de mensen die het niet kenden, leg even uit. Wat is het houten toerspel? Het Liemds toerspel, zo heet het toch? Hè? Hoe heet het? Het toerspel Liemde heten wij. Inderdaad. Wat houdt het in? Het is een spel rondom de Tour de France. Wat primair bedoeld is om geld op te halen voor een lokaal goed doel. Dus wij proberen altijd ieder jaar in Liemd een nieuw goed doel te vinden. Ja, we gaan het zo waar over hebben. Met de Liemse gemeenschap.
rondom het spel van de Tour de France. Geld ophalen door mensen die meespelen. En een deel van de inleg is prijzengeld. En een ander deel van de inleg is geld voor het goede doel. En hoe werkt het spel? Het spel is dat je 15 renners uit het peloton op een lijstje zet. En die 15 renners die verdienen iedere etappe dat zij in de top 10 eindigen punten. Dus de nummer 1 krijgt 15 punten, nummer 2 12 en zo wordt dat. En zo verzamel je gedurende de Tour met jouw pelotonnetje van 15 renners, verzamel je punten. Aan het einde van de rit moet je ook nog voorspellen wie de gele, de groene en de bolletjes trui heeft gewonnen. Leuk. Ja. die leveren dan nog weer extra punten op. En degene die aan het einde van de rit de meeste punten heeft, die heeft de hoofdprijs gewonnen. En zo hebben wij 20 prijzen in het klassement. Dan hebben wij ook etappenwinnaars in het toerspel. Dus iedere dag reiken wij ook nog een etappenprijs uit. En we kennen de rode lantaarn. Dus degene die als laatste over de streep komt, die krijgt dan toch ook nog een prijsje. En daaromheen, en dat is met name gericht op het goede doel, hebben we nog een extra toerspel. Dat is een beetje raad waar die staat. We hebben jarenlang onze dorpsgenoot en ambassadeur van het toerspel, Koen de Kort, in de tour gehad. In de tour gehad. Was geen klassementsrenner, dus geen top 10. Dus die eindigde altijd ergens tussen de 50 en 100. En lieten we mensen raden. Ja. Nou, gok maar waar Koen op de Champs-Élysées geëindigd is, op welke positie. Daar was een prijs aan verbonden van 100 euro. Oh. En daar konden mensen dus gokken voor 2 euro. En heb je een vervanger voor Koen? We doen het al een derde jaar op rij met Mathieu van der Poel. Kijk. Die heeft ongeveer dezelfde kwaliteit als Koen. Namelijk geen top 10 renner. En hij wil ook nog wel eens afstappen. Dat gaat nog wel eens mis omdat mensen voorspellen hij stapt af. Maar dat is geen geldige voorspelling. Want op het moment dat hij afstapt, kijken wij naar de etappe van de dag ervoor. En dan is dat de positie. Want mensen moeten een getal invullen. Dus, ja. En hoe ben je op het idee gekomen? Het idee is niet van mij, laat ik zo eerlijk zijn. Het idee is van onze voormalige gemeentesecretaris Willy van Zuylen. Die al een aantal dingen nog voor zijn liemde op zijn wensenlijstje had staan. Waaronder een dorpsquiz. Die is er geweest en is inmiddels alweer verdwenen. En een toerspel. We hebben de kunst afgekeken in Sint Oederode. Daar hebben ze natuurlijk al heel lang een toerspel. En daar een beetje het vak geleerd. Ja. En dat in Liemt op de Liemse manier neergezet. En het idee was echt, we willen sowieso iets voor goede doelen kunnen doen in het dorp. Wat ook nog een ludiek, maar ook een sportief karakter heeft. Zo zijn die dingen bij elkaar gekomen en we doen dit inmiddels 13 jaar. Ja. Bijna op routine moet ik inmiddels zeggen, maar we proberen toch ieder jaar weer een nieuw elementje in te brengen. Door het toch weer spannend te krijgen voor de deelnemers, maar ook voor de doelen die aan meedoen. Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook deelnemers nodig. Ja, absoluut. En naast jou zit Ronald. Ronald Martens, voor hoeveelste keer neem jij deel? Voor de 13e keer ook. Dat meen je niet? Ja, ik ben er van begin af aan bij. Heb je wel eens iets gewonnen? Ja, wel, maar niet echt niet de hoofdprijs of zo. Meestal, mijn hoogste notering was volgens mij 6e of 7e plaats. Dus dat was al vrij goed. Meestal doen we wel mee bovenin, maar het ligt ook een beetje aan natuurlijk aan de renners die meedoen. Of ze de renners die opschrijven, zeg maar, of ze aan de finish komen of ze blijven zitten. De eerste week is vaak een hele belangrijke. Hoewel dit jaar is de Tour niet echt van volle sprinten, maar meer van de punch en de bergen. Ja. Maar toch, het is elk jaar spannend, zeg maar. Het geeft ook een extra dimensie, zeg maar, als je zelf naar de Tour kijkt. Vooral die sprints, net zoals vandaag, is het gewoon mooi om te zien, zeg maar, doet mijn renner mee? Gaat hij voor de 15 punten of niet? Ja. En zo probeer je natuurlijk zoveel mogelijk punten bij elkaar te halen. En het is natuurlijk leuk dat je vrienden en familie doen allemaal mee aan het spel in het dorp. En dan wil je natuurlijk elkaar wel een beetje uitdagen van wie komt boven, wie komt eronder. En het blijft wel. Maar is het zo dat mensen denken, oh, Ronald doet mee? Oh, geen probleem. Nee, zo erg is het niet. Nee, heel veel mensen horen, ik altijd zeggen, we willen altijd even kijken naar het lijstje van Ronald. Kijk wat hij heeft opgeschreven. Ja. Want meestal zijn het wel leuke lijstjes. Dan schrijf ik iets anders op. Ja. Nou ja, zo werkt het allemaal net niet. Nee. Maar na 13 jaar kan ik verzekeren dat het een kansspel blijft. Hè? Er zijn mensen die bijna professioneel meespelen met hele achtergrondonderzoeken en Excel-sheets met kilowatturen en voorprogramma's. En die winnen niet gegarandeerd. Nou, het beste voorbeeld is het EK. Daar is een dame is nu in het nieuws. Die heeft geen verstand van voetbal, die heeft gewoon maar ingevuld. Die staat bovenaan. Ja. Gewoon 2-1, 1-1. Dat is toch goud? 0-1. Ja. En die staat gewoon bovenaan. Ja, is toch lachen? Ja, zeker. Dus, het moet ook niet ieder jaar dezelfde zijn die winnen. Hè? Wij spelen dit spel voor het goede doel. Maar het is wel leuk dat we daar ook
mensen de kans geven om er ook nog iets leuks van te winnen. En dat doen we dan graag, verdelen we dat graag onder de deelnemers. Kijk, we hebben 420 inschrijvingen dit jaar. Die kunnen we moeilijk allemaal een prijs geven. Wordt dat steeds meer? Of? Het groeit nog ieder jaar. Inderdaad. Serieus? Ja, we zijn de eerste editie, maar goed, dat was nog heel onbekend, met 1250 euro opbrengst. Dus dan moet even snel terugrekenen. Ja, we waren denk ik iets van 140 deelnemers of zo. En dat is gestaagd gegroeid. We hebben vorig jaar wel een enorme piek gehad, omdat we toen een hele specifiek doel hadden voor een dorpsgenoot. Is ook serieus vanuit het dorp zijn er mensen extra opgestaan om mee te spelen. Dus dit jaar was geen record, maar als ik de normale trend vasthoud, groeien we ieder jaar gewoon 10% aan deelnemers. Ja, nou mooi. We gaan zo meteen hebben over het goede doel. Ja. Femke, om maar even een brugje te slaan met het wielrennen. Ik kom af en toe wel eens... Een groepje wielrenners tegen van mijn leeftijd, dan nog iets dikker, in zo'n strak pak. En dan reizen we ze 20 zo over de weg. Krijg je daar klachten over? Ik stoor me er wel aan. Die nemen dan heel de weg. Ik hoop nu dat ik iemand beledig. Nee dan. Hoor. Nee. Ja, snap je wat ik bedoel? Allemaal in hetzelfde pakje. En denken dat ze weer 20 zijn. Ik denk dat iedereen er wel last van heeft. Ja. Ja. En de wielrenners hebben natuurlijk met een reden. Hè. We zijn een grote groep, dus we willen goed zichtbaar zijn. Dus daarom gaan we op de weg fietsen. Alleen vaak zijn er ook op plekken waar zij niet mogen fietsen. En op het moment dat de politie ziet, worden ze natuurlijk wel op aangesproken. Nou, zijn ook niet een beetje, ik beledig ze misschien, maar die mannetjesputters van wij... Denk niet dat dat het is. Mag je niet zeggen, hè? Nee, maar ik denk niet dat dat het is. Het is vooral dat ze tempo willen houden. En dat gaat vaak beter door de groep wat groter daar te maken. Daar is het, wat jij zegt. Ja. Klopt. En daar hebben mobilisten kunnen daar last van hebben. Ja, toch? Ja. Of fietsers. Ja. Of fietsers, ja. Ja. En ik zei het al in mijn intro, mensen gaan op vakantie. Ja. En daarvoor heb ik jou ook uitgenodigd. Vooral de ouderen. We hebben ook heel wat oudere kijkers. En die vooral oude kijkers kun je tegenwoordig zo voor de gek houden, zal ik maar zeggen. Ja, hebben zo met de tuin geleid. Zeker, ja. Ja, nou laten we eerst beginnen met de mensen die op vakantie gaan. En die gooien de deur dicht, caravan achter de auto en huppakee. Wat doen die fout vaak? Vaak vergeten ze om het huis zo achter te laten alsof het lijkt dat er iemand in de woning aanwezig is. Dus als er iemand, als je iemand om je heen hebt die je vertrouwt, vraag of die af en toe een keer de gordijnen dicht of open wil maken. Of een keer de televisie aan wil zetten of de radio een keer aan wil zetten. Een keer een lamp aanzetten. En dan niet altijd op dezelfde tijdstippen. Ja. Maar gedurende de dag een keer binnenkomt om te checken of dat alles nog goed is. En haal de post weg. Want vaak laten mensen de post liggen, stapelt op. Kun je aan de brievenbus zien? Vaak al zien, mensen zijn 2-3 dagen van huis, want die kunnen vast wel op vakantie zijn. Ja. Want ook een dief kijkt of dat er een caravan voor de deur heeft gestaan. Ja, ja, dan gaan de mensen een week van tevoren caravan wassen en dan denkt iemand die denkt, hey, dat is mooi. En die gaan vaak niet een paar dagen, niet een dag of 3-4 weg. Nee, die gaan dat klopt. Ja. Ja, en dan is het toch niet leuk. Hebben jullie iets meegemaakt? Nee, gelukkig niet. Nee. Nee, dat is verschrikkelijk. Nooit. Ja. Ja. En dan, wat ik net zei, de wat oudere mensen, ook de jongere mensen, want met die AI tegenwoordig, je trapt er zo in. Ja. Ik zeg, dat gaat me nooit gebeuren. Ook jou gaat het gebeuren, maar ook mij gaat het gebeuren. Is het ooit wel eens gebeurd of niet meer? Ik ben ook wel eens opgelicht, ja. Serieus? Op Marktplaats. Ja. Serieus? Ik dacht dat ik een horloge, een sporthorloge kon kopen. Dat was eigenlijk gewoon te mooi waar te zijn, want het bleek achteraf. En ik heb het geld overgemaakt en ik dacht van ja, maar dit klopt niet. Ja, hoeveel? 180 euro. Toch zonder geld? Ja. Ik had een heel mooi horloge voor kunnen kopen. Heb je toen niet geappt van hallo, ik ben politie? Heb ik gezegd. Ik kom hier. Ik heb niet gezegd dat ik van de politie ben, maar ik heb al gezegd ik ga de politie inlichten. Maar maak geen indruk. Had alles alweer verwijderd. En dat jij dat dan... Dus ook mij kan het overkomen. Maar dan denk ik ook, kijk ik in de spiegel, denk je, Femke, hoe kan dit? Hoe je schaamt je kapot. Ja, zeker. Ik waarschuw iedereen van... Maar ook mij kan het dus overkomen. Ja. Dus het kan iedereen overkomen. Ja, het kan iedereen overkomen. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat er geen schaamte hoeft te zijn. Nee. Dus jullie iets ooit voor de... Oh ja, kaartjes voor de Rolling Stones. Ja. $400. Oh. Cash in een envelop. Maar je doet het toch, ja. Ja, ik heb wel ooit een fout gemaakt. Dan doe ik iets verkocht, maar het geld niet van tevoren aan te nemen. Dus dat was ook niet heel handig. Ja, spullen kwijt en geen geld. Ja, precies. Ja. Wat was het? Ja, het was een stuk overkapping, zeg maar. Waar je eigenlijk iemand nog af kon rekenen. Dus dat was heel handig. Alleen op een gegeven moment had hij de overkapping echt zo afgebroken, zeg maar, dat hij ook niet meer te verkopen was. Zo. Ja. Ja. Dus ja.
Dus iedereen heeft het wel meegemaakt. Ja. Ik ook, denk ik. Maar kan ja, of je hebt het niet in de gaten, dat kan ook. Ja, dat kan ook, ja. Maar ja. Je hebt van alles bij. Ja. Je hebt van alles op je lijf. Ja, dat klopt. Nou. Heb ik allemaal nodig. Nou, ik zie een zaklamp. Een zaklamp, dat is mijn portofoon. Hier zit normaal mijn bodycam. Die heb ik nou niet bij. Ik heb een vuurwapen bij. Een bodycam is gewoon een soort GoPro'tje. Ja, zoiets, ja. Die heb ik hier dan zitten. Ik heb mijn vuurwapen bij, ik heb een tourniquet heb ik bij. Een tourniquet, waar is dat? Daar, ik ken allemaal de oorlogsfilms denk ik wel, met de riem. Mm-hmm. Ja. Dit is een professioneel, als iemand een slagaderlijke bloeding heeft op zijn arm of op zijn benen, kan ik die eromheen doen en dan kan ik de slagaderlijke bloeding mee stoppen. Mijn portofoon, ik heb pepperspray heb ik bij, ik heb een wapenstok bij, mijn handboeien. En nog een extra patroonhouder. En normaal heb ik ook nog een stroomstootwapen bij me. Die heb ik nou niet meer. En wat heb je allemaal al moeten gebruiken in jouw carrière? Alles. Ja, dan nou begin ik natuurlijk over jouw pistool. Heb je ja, ik heb wel. Ik heb hem niet hoeven. Ik heb hem niet geschoten, maar wel gericht. Maar wel, je trekt en dan. Ja, dan gaat het toch. Dan adrenaline. Ja, ja, dat wil je eigenlijk helemaal niet. Nee, dat is het laatste wat je wil. Ja. Dan denk je dat toch op scherp. Ja, ja dan is het echt jij of ik. Nou, hij heeft gekozen om dat uiteindelijk het wapen weg te leggen, waardoor ik niet... Maar was je niet alleen of wel? Nee, ik was met collega's. Ja. En dan zeg je toch, handen op je rug gestopt? Ja, dat heb ik 100 keer gezegd, denk ik wel. En leg je wapen neer? En uiteindelijk heeft hij hem weggelegd, waardoor... En dan zit je op het punt. Ja. Dan is op het punt van, ja, als hij toch... Als hij toch uiteindelijk... dan moet je hem toch voor zijn. Moet ik zorgen dat ik eerder ben, ja. Potverdorie, zeg. Ja. En dan moet je, ja... En ja, nou ja. Maar ja, goed, daar trainen we ook voor, hè. Ja, maar op het moment als dat gebeurt, ja, dan zit de adrenaline natuurlijk. Ik kan het zeggen, dat giert dan door je lijf. Ja, door je lijf en dan moet je een split second moet je een keuze maken. Ja, daar kun je niet op trainen. Nee. Toch? Nee, nee. Maar ze zeggen wel train as you fight. Dus je tijdens onze training leren we... Dat vond ik even niet. Train as you fight, oftewel ja, okay. Te trainen zoals je ook vecht. Ja, ja, ik ken ook. Mijn Engels is redelijk. Gelukkig, nou ik denk wel. Ja. Dus we leren wel heel veel in onze trainingen wat je moet doen op het moment als er zoiets gebeurt. Dus je handelt wel. Ja, oké, maar ik vind eigenlijk dan een beetje, we zitten in het EK met strafschoppen nemen en dan kan je niet op trainen. Nee. Kan je wel zeggen, concentreren en... Ook daar zit hier, ja, dat is adrenaline die een hele hoop doet. Ja, maar ook hier tussen de oren. Ja. En ik wil niet schieten, dus ik zal er alles aan doen om ervoor te... Nou, je maakt ook dingen mee die bij je blijven. Ja. En je denkt, ja, ik laat het los. Ja, maar soms gebeuren er dingen die... hoe erg is dat? Dat is verschrikkelijk. Ja? Ja. Aan de lijve ondervonden? Ja, helaas wel. Ja, mijn PTSS thuis gezeten. Serieus? Ja, 2 jaar. Dan kun je iets over PTSS voor de mensen die niet weten wat het is? PTSS is eigenlijk het is een posttraumatische stoornis. Je hebt een traumatische ervaring meegemaakt, alleen je hebt het niet kunnen verwerken in je hoofd. En dan krijg je last van. Dus mag ik weten wat in jouw geval was? Bij mij was het de druppel. Er bleek uiteindelijk veel meer trauma's achter zitten, maar de druppel was een suïcide van een collega. Zo. Dat zichzelf van het leven beroofd tijdens de dienst. Ja. En daar ben ik bij geweest en hij heeft uiteindelijk voor mij ervoor gezorgd dat ik er last van kreeg. Maar ook van al die trauma's die ervoor zaten, ja, nog meer last kreeg. Ja. Maar krijg je dan goede begeleiding bij de politie? Ja, ja, ik heb hele goede begeleiding gehad, dus waardoor ik nu weer... Je ziet er hartstikke vrolijk en als een goede politie... Ik heb er ook geen last meer van, gelukkig. Nee? Nee, maar je hoort ook wel verhalen dat ze uitvallen en niet meer terug kunnen keren. Ja, ja. Nog terug even komen over de preventie. Jullie maken ook filmpjes? Ja, klopt. En 1 filmpje heb ik hier klaarstaan. Dan gaan we even naar kijken. Een babbeltruc kan iedereen overkomen helaas. Ook jou. Oplichters beweren bijvoorbeeld van jouw bank, een zorginstelling, de politie of een andere organisatie te zijn. En door in te spelen op jouw gevoel en een mooi verhaal te vertellen, proberen ze aan jouw geld of waardevolle spullen te komen. Iemand beweert bijvoorbeeld van jouw bank te zijn en geeft aan dat er iets mis is met je betaalrekening. Je moet om die reden je pincode en je betaalpas afstaan en daarmee kan vervolgens jouw bankrekening leeggehaald worden. Een andere veelvoorkomende babbeltruc is dat oplichters bij jou aan de deur komen. Ze beweren van een organisatie te zijn die een controle uit moet voeren in je woning. En terwijl de een jou bij de voordeur aan de praat houdt, kan de ander bij jou binnen op zoek gaan naar geld of waardevolle spullen. Word jij zomaar door iemand benaderd en vertrouw je het niet, weet dan dat jij het gesprek gewoon af kunt kappen. Dat je mensen niet zomaar binnen hoeft te laten en dat een bank nooit om je pincode zal vragen. Kap het gesprek af en neem eventueel contact op met het bedrijf waarvan iemand zegt te zijn. En ben jij helaas al slachtoffer geworden van een babbeltruc, doe hier dan altijd aangifte van. Ja. Ja, klopt. Ja, kun je nog voor de mensen die kijken, wat oudere mensen, nog wat extra tips geven van doe dit niet.
doe dit niet. We hebben de laatste tijd heel veel last van nepagenten. Dat mensen die zich voordoen als zijnde politie. Boekje met een outfit? Ook, ja. En met een politiepasje hebben we ook al gehoord in het land. En, maar ze, doordat ze zich identificeren als politie en aangeven vaak, hè, er is een opsporingsonderzoek geweest of er is een fraudeonderzoek en daar zijn uw gegevens bij gelekt. Dus wij moeten u helpen. Heeft u waardevolle spullen in huis? Nou, 9 van de 10 keer schrikken mensen daarvan, ja. En gaan dus vertellen. En we hebben nu al een paar keer gehad dat ze uiteindelijk sieraden en pinpas en alle waardevolle spullen hebben afgegeven. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Ja. Dus mensen, ja, kijk goed uit. Ja, kijk goed uit. Ja, zeg je tegen je kind al, kijk goed uit. Maar. Niemand vraagt over waardevolle spullen. Niemand vraagt of je sieraden in huis hebt. Als mensen daarom vragen, dan is dat vaak met een reden. Ja. Dan willen ze je vaak de spullen bij je jatten. Ja. Ja, en soms bellen ze ook. Ja, doen ze ook. Vooral tegenwoordig met AI. Dan kunnen ze stemmen nadoen. Van je dochter, van je, dochter. Je kleinkind. Ja. Of dat kan allemaal. Met één druk op de knop hebben ze je stem nagemaakt. Ja, van de bank bellen ze ook. Ja, doen ze ook. Ja. En een gesprek van de bank kan soms 4-5 uur duren. Waardoor je als slachtoffer eigenlijk een beetje zo overroeld wordt. Dat je op een gegeven moment niet meer weet van wat is nou echt en wat is nou nep. Ja. En daar, het beste is ophangen en terugbellen, toch? Ja, hang op, klik weg, bel je bank. Ja, en maar ook met je dochter. Of als je wantrouwt, dan denk je toch, ik hang op en ik bel je wel terug. En dan zou ik dan, ik denk dat ik niet intrap, denk ik dan. Ja, je weet het niet. Maar je weet het niet, ik zeg het ook. Maar je hoort regelmatig dat je een appje krijgt van, hey, mijn mam, ik zit daar en daar, ik heb geld nodig. Ja. En verwijder dit telefoonnummer, want ik heb een nieuw telefoonnummer. Ja. En daar gaat het vaak al fout, want dan kun je dus niet meer het echte nummer van je dochter terugbellen. Nee, maar natuurlijk. Ja, klopt, ja. En dan krijg je die fraudeur aan de lijn. Ja. En die gaat jou uiteindelijk verder brengen dat je toch uiteindelijk geld overmaakt. Ja. Ja. Of software installeert. Ja, precies. Nou, we gaan even terug naar de toerspel Liemde. We hadden het net over traumatische gebeurtenissen, maar jullie hebben een goed doel. Ja. En is ook, ja, dit eigenlijk heel erg dat er zo'n doel aan vast moet zitten. Ja. Maar ik heb er iets van gelezen, het is een geweldig doel. Kun je er iets over vertellen? Ja, dan begin ik bij het begin. Ja. In 2007 werd mijn buurjongen Thomas gediagnosticeerd met leukemie. En om het verhaal niet te lang te maken, 1,5 jaar later overleed hij daaraan. Ja, we zien hem zo meteen. Oh, we zien hem nu dat al. Dat is Thomas inderdaad, helemaal gek van auto's overigens. En Thomas was een van de eerste kinderen in Nederland die de kralenketting van de Vereniging Kinderkanker Nederland kreeg. De Kanjerketting is die sinds kort gaan heten. Is duidelijk, wat is de Kanjerketting? De Kanjerketting is een ketting voor de kinderen die dus de diagnose kanker hebben gekregen en in een ziekenhuis behandeld worden. En voor iedere behandeling die ze in het ziekenhuis ondergaan, krijgen zij een kraal. Ja. Dus iedere behandeling heeft ook een eigen kraal. Dus bloedprikken heeft een eigen kraal, chemotherapie heeft een eigen kraal. Nou, ik kan ze niet allemaal determineren, maar ik pak er een paar specifieke uit. De ketting begint altijd met het beginstukje, dat is het logo van Vereniging Kinderkanker Nederland, met de naam van het kind en het ankertje voor de hoop. De leukste vind ik zelf, maar ja, leuk is relatief in dit geval. Er zit een petje in de ketting. En het petje is dus bedacht door kinderen dat als je je haren kwijtraakt vanwege bestraling, dan krijg je een petje. En verderop in de ketting zit dus een lachend gezichtje van datzelfde kindje met een petje. Die zie ik dan natuurlijk ook weer zo snel niet. Die is dan voor dat je je haren weer terugkrijgt. Zo zitten er hele leuke, maar ook minder leuke kralen in. Hè. Er zijn ook kralen voor een hele specifiek goede dag als je je echt super voelt. Ook kralen voor een hele slechte dag als je dus echt heel erg beroerd voelt. En vorig jaar overleed de vader van Thomas, mijn buurman, goede vriend Hans. En tijdens zijn uitvaart is er gecollecteerd voor de Kanjerketting. Want de Kanjerketting van Thomas die was 4,5 meter lang. Ja, we praten over 18 maanden ziektebed, 4,5 meter ketting. Maar die wordt door de ouders nog gekoesterd als het laatste tastbare stukje van je kind. Tijdens de uitvaart van Hans is dus uiteraard voor die Kanjerketting gecollecteerd. En daar kwam een heel mooi bedrag uit dat wij s'avonds na de uitvaart aan tafel zaten en dat bedrag geteld hadden en gezegd, daar moeten we iets meer mee doen. En toen heb ik gezegd, dan wil ik heel graag met het toerspel kijken of we dit groter kunnen maken dan het nu is.
En al doorpratende kwam het idee op tafel van, zou het dan niet zo heel mooi zijn om ter nagedachtenis van Thomas en Hans en vanuit de Liemse gemeenschap ook een symbolisch een kraal te doneren voor die ketting. Ja. Dus toen zijn wij in contact getreden met de Vereniging Kinderkanker Nederland. Die reageerde in eerste instantie wat verrast, maar daarna toch wel heel enthousiast. Maar die vertelde ons dat het ontwikkelen en produceren van voldoende kralen, die dan ook in de ziekenhuizen in Nederland kunnen worden uitgedeeld, dat 10.000 euro kost. Per kraal? Voor één kraal, ja. Kunnen we het er niet een beetje goedkoper doen, denk ik dan? Hè? Nou, dat zal ongetwijfeld kunnen, want bij de Action verkopen ze volgens mij ook kralen. Ja, maar, 10.000 euro, hoe is het? Ja, nou, mensen maar dit zijn kijken, dus de makers, nou misschien hebben ze al de helft ingeleverd trouwens. Hè? Ja. Nee, deze kralen worden natuurlijk gebruikt in ziekenhuizen voor zeer kwetsbare kinderen. We moeten aan heel veel regels voldoen. Er is ook één bedrijf in Nederland die dat mag doen. En die worden voor het belangrijkste deel ook allemaal met de hand gemaakt. En daarnaast wordt er dus voor gezorgd dat er voldoende voorraad beschikbaar is bij alle ziekenhuizen. Ja. Zodat al die kinderen tijdens die behandelingen die kraaltjes kunnen krijgen. Mooi hoor. Kinderen kijken daar enorm naar uit. Ja. Is een afleiding van de behandeling. En wordt gratis ter beschikking gesteld. Ja, daar gaat gewoon heel veel geld in zitten om. Ja. We hebben jaarlijks 600 kinderen die de diagnose krijgen. Ja. En die hebben dus allemaal een ketting. Maar die kunnen best wel 7, 8, 9, 10 jaar ziek zijn. Hè? Ja. En iedere keer verzamel je kralen. Dus de doorloopsnelheid van die kralen is ook gewoon heel hoog. Ja, en Ronald, jij hebt er ook mee te maken? Hè? Ja, eigenlijk wel ja. Ik ben voorzitter van de Vivantjes, zeg maar, carnavalsvereniging in Liemde. En wij hebben een muzieknummer uitgebracht en wij hadden daar nog wel wat geld voor nodig. Dus we hebben wat sponsoren bij elkaar gezocht en zelf wat merchandise in elkaar gezet. We zijn een klein clubje, zeg maar, we moesten natuurlijk wel wat geld bij elkaar krijgen om alles voor elkaar te krijgen. Ja. Dus daar hebben we er zelf ook in gestapt, zeg maar, zelf persoonlijk hebben we daar geld in gestopt. En ondertussen hebben wij daar best veel geld verdiend. En toen kwam eigenlijk het mooie idee om ook die merchandise te gaan verkopen, om wat meer acties zeg maar, uit te gaan zetten. En om daar de helft daarvan naar het goede doel, zeg maar. Te geven. Toen kwamen we in contact met Mark. Mark zei van ja, ik mag eigenlijk helemaal niks zeggen over het goede doel van het toerspel. Maar Johan is onze graaf zeg maar, van het seizoen. En ik, die zijn best wel betrokken bij het toerspel zeg maar, als het gaat om meedoen. Dus wij vonden het een heel mooi gebaar om aan het toerspel te doneren. Dus ondertussen hebben wij een check bij elkaar kunnen krijgen. En dat gaan we uitreiken aan het toerspel. Bij de uitreiking van de prijzen. En we hebben het dan over ongeveer? Het was uit mijn hoofd nog 1000 euro ongeveer. Zo. Zo. Hallo. Nou, echt goed. Ja, flink bedrag. Dus daar zijn we ook heel erg trots op zeg maar, dat we dat hebben gedaan met het kleine clubje wat we hebben, maar ook door heel de Liemse gemeenschap. Ja. Door alles wat we hebben kunnen verkopen en sponsoring van heel veel bedrijven. Zeg maar, die Nou is er één kraal, heb ik gelezen, die jullie dan gaan ontwerpen. De vereniging heeft een aantal kralen nog op een wensenlijstje staan. Hè. Dus kinderen geven aan van waarom krijgen we daar geen kraal voor. Nou, een van de dingen die daar op dat lijstje stond was de ontslagkraal. Dat vonden wij een wat onsympathieke term, hè, want dat betekent je wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Ja, maar de ontslagkraal, dat klinkt wat vervelend, dus wij hebben hem omgedoopt tot de Liemse ik mag naar huis kraal. Ja. Die wordt dus dan toegevoegd aan het arsenaal van... Maar ook landelijk dus. Landelijk toegevoegd. Kind in Groningen naar huis, oh dat is mooi zeg. Ja. Dus dan is er een kraal die ontworpen is in Liemde, die betaald is in Liemde voor het hele land, voor alle kinderen die dus na ziekenhuisbehandeling naar huis mogen. We hebben bijvoorbeeld van één kindje, dat is kraal. Nina. Ja. En dan kun je zien hoeveel kralen zij. Oh jeetje. Hoi, ik ben Nina en ik ben 7 jaar. Ik weet al 5 jaar lang dat ik een hersentumor heb. Ik noem hem de stuiterbal. Ik moet heel vaak naar het ziekenhuis. En dan moet ik aanklikken. Dat is het stomste wat er moet gebeuren. Maar voor elk stom ding krijg ik een kraal. En samen maakt het al 25 meter kanjervetting. Deze geeft mij kracht voor alle stomme dingen in het ziekenhuis. Nou, hoeveel kralen zijn het? Honderden? Duizenden. Veel te veel. Maar voor haar? Ja, ik denk dat ik ben Priscilla, dit is mijn dochter Dani. En toen zij net geen 3 weken oud was, kreeg zij de diagnose neuroblastoom kinderkanker. Ik heb samen met mijn vader een boek gemaakt, waarbij ik bij elke kraal wat geschreven heb toen Dani in het ziekenhuis lag. Ik hoop dat het boek ons straks nog beter gaat helpen als Dani vragen krijgt over wat ze heeft gehad. Hoi, ik ben Milou Kessen, ik ben 12 jaar oud en ik heb hersenstamkanker, oftewel DIPG.
De artsen hebben dit bij mij in mei ontdekt en ze kunnen mij niet meer beter maken. Dit is tot nu toe mijn kaaiketting. De kaaiketting is een ketting die bestaat uit kralen. Elke kraal betekent iets anders, bijvoorbeeld behandeling, onderzoek of gebeurtenis. Dat vind ik dus heel fijn, dat je voor alle stomme dingen die je moet doen een kraal krijgt. Bijvoorbeeld voor een operatie, bloedprik of een chemo. En dat helpt mij dus ook heel erg. Omdat je dan iets hebt om naar uit te kijken als je weer iets in het Prinses Maxima Centrum moet doen. Ja, dat is wel, komt wel binnen. Daar word je even stil van, hè? Daar word je even stil van, ja. Nou, daar doen we dit dus voor. Ja, dus voor deze kinderen. Ja. En als ik zie hoe zo'n ketting ook nog betekenis heeft voor ouders op het moment dat je je kind verliest, dan is dit eigenlijk een no-brainer dat je je voor dit soort dingen moet inzetten. Ja, het zou eigenlijk niet moeten hoeven. Dat ding zou eigenlijk hier niet moeten liggen. Zou overbodig moeten zijn en je zou zeggen de wetenschap kan zo heel veel, maar ook zouden we als wetenschap heel veel kunnen en kinderen kunnen genezen. Ja. Ze gaan toch door een verschrikkelijk proces in, ja, zo'n ziekenhuis en dan is dit een lichtpuntje wat je daarvoor voor kunt doen. Ja. Nou, een hartstikke mooi doel. Dan ga ik toch even terug naar jou. Ik moet even een switchje maken. Ja. Even een andere mindset. Imago van de politie. En met name respect. Dan denk je in Nederland. Ik ben wel eens in het buitenland geweest. En dan kom ik bij de douane en zo. Dan denk ik, oh jee. Maar in Nederland lijkt het wel. Ja, je ziet ook vaak op social media. Maak jouw ideebewijs. Hey, waarom moet jij mijn ideebewijs zien? Denk, ja, respect een klein beetje. Vroeger ik had respect voor de politie. Ja. En ik heb het gevoel dat dat een beetje weg is. Het respect heeft een andere, een andere dimensie gekregen. Er is wel zeker nog wel respect voor de politie, alleen men is mondiger. Ja, ik was vroeger bang van de politie. Ja, ja, dat is niet meer. Dat is niet meer, hè? Maar daar hebben wij met z'n allen ook wel hard voor gewerkt dat dat ook niet de bedoeling is. Nee, maar ook als vrouw, is dat dubbel? Omdat een jonge kerel jou tegenkomt, een leuke dame in het politiepak, dat die opmerking maakt op jouw uiterlijk van... Dan word je ook op getraind, denk ik? Ik word weerbaar gemaakt, ja. Maar ook in dit uniform zit de persoon, hè, dus die kan alsnog geraakt worden. Maar ik heb nog geen slechte ervaringen mee dat ik echt daar last van heb gehad, zeg maar. Nou, wel dat je beledigd wordt, maar ja, dan word ik beledigd als politievrouw. Ja, dan word je niet warm of koud van. Nee. Roepen ze allerlei dingen naar jou? Ja, dan word je wel aangehouden, hè, want dat mag gewoon niet. Alleen, ik word niet als persoon beledigd. Ja, dan zie ik die films, ja, dan zie ik die commentaren en denk ik, jongen, luister gewoon. Ja. Als je gewoon even doet wat de politie zegt, mensen, ga even hier weg. Die staan al op de markt, ga even weg. En dan blijven ze staan en dan zijn ze boos dat ze er vanaf gespoten worden met... Dan denk ik, ja, luister, hoe moeilijk is het? Ja. Ja, mensen zijn toch wat eigenzinniger geworden, hè? En gaan niet meer zo meteen akkoord met nee, dat mag niet of je moet iets geven. Nee, ja, je moet echt uitleggen waarom dingen zijn zoals ze zijn. En wat tegenwoordig ook heel erg in is en wat ook, kan je het raden wat jongeren betreft en verkeer? Oh, de fatbikes. De fatbikes. Ik had hem al gemist. Hè? Komen toch weer terug, sluiten af met fietsen. Toch met fietsen, ja. De fatbikes, die racen als een gek hier door de... Ja, verschrikkelijk. Ellende is het. Ja. En daar hebben we allemaal heel veel last van. Wat is de oplossing, denk jij? Sowieso juiste wetgeving. Want die is voor nu, is dat een beetje losgelaten. Hè? Er is nog geen wetgeving. De wetgever is daar nog niet zover mee. We zijn wel met z'n allen hard aan het optreden voor de opgevoerde fatbikes. Ja. Dus die worden ook echt in beslag genomen en dat soort dingen. Maar wij hopen uiteindelijk dat ook de ouders daar hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat ze niet kinderen van 8, 9 jaar op zo'n fatbike door Bokstel of door Liemt of net laten scheuren. Wat dat ook daar is de verantwoordelijkheid. Wat mensen vergeten, als je de fatbike opvoedt en je maakt een ongeluk, dan kan de verzekering zeggen, dat gaan wij niet betalen. En dan hebben we het misschien wel over een ton of zo. Ja, dat is dan materieel, hè. Maar we hebben ook nog over een menselijk lichaam die flink schade. Kun je dat even duidelijk maken aan de mensen? Want luister, zie je mensen. Ja, ik zag gisteren ook zo'n manneke van 13 flitsen. Ja. Ik reed 60 en hij reed, of 50 in de balkon, 50. En hij reed nou toch zeker 40. Ja. En denk, jongen, als je, en de reizen, en dan zitten ze nog op de telefoon. Of ze hebben iemand achterop. Ja. Of geloof ik, iemand met een klein kind. Ja. Denk, jongen, als jou iets gebeurt, man. Dat klopt. Ja, mensen die hebben vaak niet in de gaten wat ze kunnen veroorzaken. Totdat het dicht om zich heen gebeurt. Hè. Dus dat of familielid of vrienden daarmee geconfronteerd worden. En dan pas gaan mensen nadenken. Dus ik kan wel vertellen van jongens, dat moeten jullie niet doen. Ja. Maar dat komt toch niet binnen. Ja.
Maar ik ben al een paar keer bij een flinke aanrijding uitgekomen met de fatbike. Waarbij het allemaal maar net goed ging, maar toch wel in het ziekenhuis terechtkomen. Mm. En dan vaak vanuit de ouders denken ze, oh ja, maar we hadden eigenlijk niet in de gaten dat het zo, zo gevaarlijk was. En als je zoon zegt, mama, ik wil een fatbike. Dan zeg ik, nou, dan ga je helemaal mooi fietsen, jongen. Ja, dat is toch een fiets, maar. Ja, nee, gewoon lekker trappen zelf. Ja. Zo bijzonder. Heel goed. Nou jongens, we zijn al door de tijd heen. Ja, vlug. Dat gaat hard. Ja, dus, we kunnen bezig blijven en we kunnen blijven praten, maar we moeten ermee stoppen. Ik wil Femke bedanken voor jouw aanwezigheid en jouw wijze woorden. En ik hoop echt dat de mensen goed gaan opletten. Dat hoop ik ook. Wat ze doen. Ja, dat hoop ik ook. Dat ze goed uitkijken. En jullie, een fantastisch goed doel. En dat er maar steeds meer mensen mee mogen doen aan het toespel. En dat er heel veel kinderen de kraal, hoe heet die ook weer precies? Ik mag naar huis kraal. Ik mag naar huis kraal mogen ontvangen. Ja, en mensen mogen tot 21 juli nog doneren. Ja, ja, oké. www.toerspelliemde.nl. Daar komt hieronder te staan en dan kunnen ze geld doneren. Doneren voor het goede doel. En we roepen ook alle creatieve mensen op om vooral mee te doen aan de ontwerpwedstrijd. Oh, dan gaan we nog even snel, want iemand kan dus zo'n kraal ontwerpen. Ja, we hebben dus inderdaad een wedstrijd uitgeschreven. Wie ontwerpt de mooiste, maar ook de beste kindassociatie met Ik mag naar huis, kraal. Daar zit een commissietje op van toerspelorganisatie De Moeder van Thomas en mensen vanuit de Vereniging Kinderkanker. Die gaan dus de mooiste kraal uitzoeken en die wordt beloond met een hele dikke boombox. En wat moeten ze doen dan? Ontwerp een kraal waarvoor jou het gevoel van ik mag naar huis. Een tekening, een kleiproductie, een Lego constructie. Maak er een foto van. Stuur die naar dit adres en dan ontwerp je zo'n boombox. Zo'n hele dikke herriemakende boombox krijgt de winnaar. Ik wil jullie alle drie hartelijk bedanken, Femke. Ik wil nog iets zeggen trouwens. Ja, dat kan. Je had het net over mijn PTSS. Ja. Binnen de politie ben ik ook ervaringsdeskundige. En ik heb een podcast op mogen nemen. Die komt aanstaande maandag online. Je kunt je abonneren op Podium voor Goed Politiewerk. En daar zal ik mijn verhaal ook nog doen over mijn PTSS. Oh, dat is interessant. Ja, zeker. Ja, nou, mensen luisteren dan. Ja, absoluut. Toch? Nou, Mark en Ronald, heel veel succes. Dankjewel. Met jullie actie. Echt supermooie actie en ook een mooi spel. En dan wil ik de kijkers bedanken voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende keer. We'll be right back.